Ben ik op tijd? Ben ik op tijd voor vandaag? Ja, ik ben op tijd voor vandaag. Hè. Het is, kijk hoe laat is het? 23, 26. Het is 23 uur, 26. Ik ben op tijd voor vandaag. Gisteren had ik geen vlog. Dat kwam niet omdat ik lui was. Het kwam oprecht niet omdat ik lui was. Ik ben heel lui. Ik geef het toe, ik ben heel lui. Maar daar komt het niet door. Gisteren had ik heel veel dingen om te doen. Ik moest belastingen doen. Ik moest boetes betalen. Boetes betalen. Ik heb gewoon boetes gekregen. Zal ik je vertellen waar die boetes voor waren? Ik ben er niet trots op. Ik heb te hard gereden. Ja, echt gewoon schandalig te hard. 100 euro boete. Gewoon gekregen. Maar het voordeel is wel dat ik heel veel boetes heb gekregen. Ik ben ook voor zwart rijden. Vertel ik straks meer over. Oké. Ik heb een boete gekregen. Ik heb dus meerdere boetes gekregen. Voordeel. Ik ben heel goed geworden in mijn boetes betalen. Heel goed in geworden. Zal ik jullie vertellen hoe het moet? Oké, je krijgt een boete binnen. Als je iets fout hebt gedaan. Vaak. Ik hoop dat jullie niet veel boetes binnenkrijgen. Ja, als je een boete binnenkrijgt, je doet... Oké, ik ga je vertellen. Oké, hier een tutorial. Een tutorial over boetes betalen. Ik pak er even een boete bij. Gewoon, ik kan gewoon. Die heb ik hier gewoon in mijn kamer liggen. Heel veel heb ik. Het is geen boete. Ik heb geen boete hier. Oké, ik ga het uit mijn hoofd doen. Uit mijn hoofd, een boete, hoe het moet. Een tutorial over hoe boetes betalen. Oké, je krijgt een brief binnen met een geldbedrag, hoeveel je moet betalen. Heel makkelijk, je gaat naar internetbankieren of je vult het overschrijfformuliertje in, wat vaak bij zit. Vult het bedrag in, vult de code, een bepaald code, hoe heet het code? Betalingskenmerk, vul je in. Bedrag, dat had ik al gezegd, rekeningnummer, en dan stuur je het gewoon, krijg je een tankcode nog, en dat is het. Zo makkelijk is het. Zo makkelijk is boetes betalen. Alsjeblieft. Een wijze les van mij, deze bloem, die haal ik net uit de kast. Maar het was even tijd voor de bloem om uit de kast te komen. Deze bloem is een speciale bloem. Deze bloem die valt op, het is een plastic bloem. Hij valt op dezelfde plastic bloemetjes. Niks mis mee. Respecteer ik. Daar ben ik oprecht. Maar het is wel zo. Oké, we gaan door. Ik heb ook nog een boete gekregen voor zwart rijden in de tram. Het is echt een heel slecht voorbeeld, maar ik doe het altijd. Het is gewoon... Oké, luister. Ik ga jullie vertellen. Het is goedkoper om zwart te rijden bij mij in de tram dan dat ik ervoor betaal. Ik ga jullie uitleggen waarom. Om van mijn huis naar de stad te gaan is 1,20 euro. Heen, terug, nog een keer 1,20 euro. Bij elkaar opgeteld, als je heen en terug, is 2,40 euro. Snel uitgerekend. Ik weet niet eens of het klopt. Zeker, ik weet dat het klopt. Oké, en 2,40 euro ja, per dag, als je met de tram zou reizen. Ik reis al 4 jaar lang met de tram, zonder gepakt te zijn. Ik ben nu voor het eerst gepakt, 37 euro. Kan je nagaan, 2,40 euro per dag met tramreizen. Tegenover 37 euro, eenmalig. Ik ben al 4 jaar... Goed, normaal 15 dagen... Dit hele verhaal, het klopt dan... Het slaat al helemaal nergens. Binnen 15 dagen heb je de bekeuring eruit. Dus waarom... Die reis al 4 jaar zwart HTM. Wat? Kom dan? Nee, kom maar niet. Ik hoef niet nog... Jullie hebben helemaal geen bewijs dat ik zwart rij in de tram. Dus, jullie kunnen me nu niet ervoor boeten. Dit is gewoon een leugen. Dit is allemaal om een grappig filmpje te maken. Niet omdat het echt zo is. Oké, het is tijd voor mij om te stoppen. Morgen heb ik oprecht een nieuwe vlog. Ik heb niet zoveel... ik heb niks verteld. Maar dat komt omdat ik niks heb beleefd. Behalve die boetes. Die heb ik jullie een hele wijze les, hele wijze tutorial geleerd. En wat ik nog wou zeggen... De vraag voor vandaag... is... hou je van sushi? Hou jij van sushi? Ik hou er niet van. Maar als jij ervan houdt, respecteer ik. Net als deze bloem. Die ik... respecteer. Deze bloem respecteer ik. Oké, laat een reactie achter. Hou jij van sushi? Dan is het leuk. Zo nee. Jammer. Dan moet je andere dingen eten. Maar dat maakt niet uit. Oké, laat een reactie achter. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik ga het allemaal lezen. Ik zweer het. Ik lees alle reacties. Daar ben ik ook druk mee bezig. Morgen heb ik een nieuwe vlog. En hopelijk dat ik iets leuks ga beleven. Mensen, tot morgen. Later.